Soms bij wetenschappelijke of wiskundige notaties moet je soms letters of getallen klein maken en die bovenaan of onderaan zetten. Bijvoorbeeld bij de chemische notatie voor water, H2O. Die 2 hier die is niet correct weergegeven. Die moet eigenlijk kleiner zijn en meer van onder staan. En om dat te doen, gaan we de knoppen subscript en superscript gebruiken. Dus die staan hier van bovenaan. Deze is subscript en deze is superscript. Ik selecteer eerst mijn letter en ik ga naar de knop die ik wil gebruiken. In dit geval is dat subscript, want die letter moet dus klein worden en van onder geplaatst worden. En we zien dat dat dus gebeurt. Nu hebben we de correcte notatie voor water. Een ander voorbeeld voor superscript bijvoorbeeld is een macht berekenen of een macht neerschrijven. We hebben bijvoorbeeld 5 tot de tweede is gelijk aan 10. Maar nu staat er precies gewoon 52. Dat klopt niet. Die 2 die moet kleiner worden en van boven komen te staan. Om dat te doen ga ik weer eerst mijn letter selecteren. En dan ga ik hier naar de knop superscript. En ik klik hierop. En we zien dat dat nu dus wel mooi correct genoteerd is.